Meerdere buschauffeurs zijn vanmorgen verrast door een gezamenlijke actie van buscontroleurs van OWTNC en de politie. Deze controle is gehouden aan de Van 't Hogerhuisstraat ter hoogte van de Nieuwe Haven. Volgens Sandra Lozing, buscontroleur van OWTNC, maakt deze actie deel uit van de reguliere controles die worden uitgevoerd. Onder andere de vergunningen en de buskaarten worden gecontroleerd. De bedoeling is ordening te brengen binnen het openbaar vervoer. Buscontroleur Sandra Lozing zegt dat de actie van vandaag succesvol is geweest. Volgens haar zijn ongeveer 200 bussen gecontroleerd, waarvan ruim 20 niet bevoegd waren te rijden. Het nieuwjaar is begonnen en de meeste van die vergunningen zijn vervallen. En TCT is ook nu gekomen met een nieuw systeem. Elk chauffeur dient een buskaart, een chauffeurkaart te hebben. Want de meeste chauffeurs, als ze een overtreding hebben begaan, dus als je ze bijvoorbeeld, ze rijden bus X en als ze een overtreding hebben begaan bij bus X, gaan ze dan gewoon dan bij een andere bushouder, dan rijden ze dan gewoon voor die bushouder. Dus daarom is het goed hoe TCT is gekomen met het chauffeurkaartsysteem. Dus daarop letten we meer, chauffeurkaart en vergunning. Buschauffeurs die eerder een overtreding hebben begaan, moesten de opgelegde boete terstond betalen bij de politie. Hoewel zij verrast waren, wordt de actie wel toegejuicht. Ik ben in contact voorzien, ik ben op een boete of pay. Dus na van zijn dat de man hoort me. Dus ik ben te komen niet dat een paar boete dan kan gaan. Hoe ben je dan niet? Ah, 700. Ah. Zo lang, hoe lang had je een boete deze, bij ons bij? Dus vanaf 2013 en vanaf 2014. Ik heb zij bij doe precies. Ik ben reed op een wil pad. En toevallig ben ik op een boete, sa ben beetje over het oog. Dus dat maar ben van zijn, dus dat ben een paar even snel. Een boete bij de 350 SRD. Maar nou een boete sinds 2015. Nou, ik ben niet in Okori, ik ben busman. Want ik ben de buschauffeur in dat ding. Maar nu ben ik een bushouder. Maar assistent van mijn rokojaboom. Maar de man kan handhaven, dus ik heb alle weken mijn contact op straat. Zodat assistent kan ordelen. Want assistent is boerderij toe. Buschauffeurs die vanmorgen verrast zijn door een gezamenlijke actie van buscontroleurs van OWTNC en de politie. Deze acties moeten zorgen voor de ordening binnen het openbaar vervoer.